Welkom allemaal bij de online bijeenkomst voor het energiecluster A12-A30. Mijn naam is Sabine den Hertog, ik begeleid vandaag deze avond en ik zal jullie door het programma heen loodsen. Naast mij staat wethouder Geert Ritsema, zo dadelijk komt de wethouder aan het woord. Voordat we dat doen zal ik eerst eventjes vertellen wat we gaan doen vandaag en waarom wij deze online bijeenkomst hebben gaan houden. Overigens, ten overvloede, wij staan op 1,5 meter afstand van elkaar. Wij gaan er ook voor zorgen dat iedere keer als er een nieuwe spreker komt, dat het deskje voor ons helemaal ontsmet wordt. Zijn toch altijd belangrijke zaken om te melden, aangezien we daar toch wel wat vragen over krijgen als we het niet melden. Dus daarom bij deze alvast. 1,5 week geleden heb ik begrepen dat iedereen van u een brief heeft gekregen in de brievenbus, waarbij is vermeld dat de gemeente Ede van plan is om 10 windmolens te onderzoeken in een mogelijke energiecluster langs de A12-A30. En daar gaan we het vanavond over hebben. Ik kan me voorstellen dat dat best wel veel vragen oproept bij iedereen. En het liefste zouden wij daar natuurlijk graag met mensen persoonlijk over in gesprek gaan. Juist omdat wij, naar heb ik begrepen, alle bewoners rondom een windmolen in een straal van volgens mij 1 kilometer hebben uitgenodigd, zijn dat echt behoorlijk veel mensen. En al deze mensen kunnen wij onmogelijk persoonlijk benaderen. Dus dit is wel een heel prettige manier om in ieder geval in 1 keer veel mensen tegelijkertijd te kunnen bereiken. In een later stadium zou het wel de bedoeling zijn om ook persoonlijk met mensen in gesprek te gaan. Wat voor vorm of welke manier is nog niet bekend, maar gaan wij naar aanleiding van deze avond en het verdere onderzoek over nadenken. Mijn collega Sven Ossenkoppelen zal daar ook vanavond verder meer over vertellen. Het programma voor vanavond is in eerste instantie, we beginnen eventjes met een woord van de wethouder. We gaan vervolgens door naar het inhoudelijke deel waarbij Sven Ossenkoppelen gaat uitleggen wat het onderzoek precies inhoudt en waar deze 10 windmolens wellicht komen te staan. Vervolgens krijgen wij een onderdeel waarbij de lokale energiecoöperatie uitlegt wat u daar wellicht aan zou kunnen hebben. En wethouder mag het verhaal afsluiten deze avond. Voordat we beginnen is het goed om te weten, alle vragen die u heeft tijdens de uitzending, die kunt u stellen via het WhatsApp-nummer wat bij u in beeld staat. We kunnen onmogelijk waarschijnlijk alle vragen deze avond allemaal behandelen, dus we gaan ons best doen. We hebben tot 9 uur, begreep ik. En tot die tijd gaan we gewoon zoveel mogelijk vragen behandelen. Mocht de vraag niet behandeld zijn, wij zorgen ervoor dat alle vragen in ieder geval geclusterd op de website ede-natuurlijk.nl terug te vinden zijn. Ik vermoed ergens over een week of aanstaande maandag, hoor ik. Hartstikke goed. We beginnen met wethouder Geert Ritsema. En je gaat ons vertellen waarom je dit zo belangrijk vindt en waarom wij dit als gemeente Ede gaan doen. Ja, dankjewel Sabine voor je inleiding. En welkom aan iedereen die dit webinar volgt. Ik hoop dat ik ook u heel snel persoonlijk kan ontmoeten. Want ja, er gaat toch niks boven het persoonlijke contact. Maar ja, zolang dat nog niet kan, doen we het op deze manier. En we denken dat we hiermee in ieder geval voor de eerste bijeenkomst een goede aftrap kunnen geven. En het zal zeker niet de laatste bijeenkomst zijn over dit onderwerp. Nou, u heeft het waarschijnlijk op een of andere manier al in de pers vernomen. En anders natuurlijk via de brief die u heeft gekregen. Ede gaat windmolens bouwen. Nou ja, wij hebben dat als college van burgemeester en wethouders besloten. Ja, omdat wij een opgave hebben. Wij hebben in 2019 als gemeentes van Nederland via de VNG het zogeheten klimaatakkoord ondertekend. Dat is een heel breed akkoord. Daar doen ook allerlei maatschappelijke organisaties aan mee. Nou ja, dat loopt echt van de ANWB tot natuurmonumenten. LTO heeft het ook ondertekend, onder andere. En zo zijn er veel meer organisaties, de vakbonden, VNO-NCW, de werkgeversorganisaties. Die zijn het allemaal met elkaar eens dat er echt iets moet gebeuren. En dat wij binnen korte tijd, eigenlijk al in 2030, voor de helft van onze energiebehoeften klimaatneutraal moeten zijn.
Betekent dus dat de CO2-uitstoot drastisch naar beneden moet. En de gemeente Ede wil daaraan zijn bijdrage leveren. We hebben daar ook onze handtekening voor gezet. En er is ook lokaal beleid vastgesteld door de gemeenteraad al in 2018, waarin is gezegd Ede moet energie-neutraal worden in 2050. Dus dat betekent dat we in 2050 alle energie die we hier gebruiken in deze gemeente ook zelf binnen onze gemeentegrenzen duurzaam opwekken. Dat is het doel. Dat doen we natuurlijk niet zomaar. Hè. Daar gaan hele lange discussies aan vooraf, voordat we hier ook echt concreet invulling aan geven. Een stap die we nu zetten is dat we 10 zoeklocaties in beeld hebben voor windmolens. Die liggen allemaal langs de A12, A30. We hebben die keuze gemaakt omdat we uit een voorlopig onderzoek hebben geleerd dat die locaties het minste overlast geven en vanuit milieutechnisch oogpunt het gunstigst zijn. Natuurlijk snap ik dat er veel mensen zijn die hier ook zorgen over hebben. En die zorgen die nemen wij ook zeer serieus. Nogmaals, zoals ik al zei, vanavond is wat mij betreft het begin van het gesprek hierover, waarin u ook kan aangeven wat uw zorgen zijn. En wij zullen er alles aan doen om daar zoveel mogelijk met u over in gesprek te gaan. Ook uw zorgen op te volgen, daar iets mee te doen. Wat verder belangrijk is, denk ik, om te zeggen dat wij langs die A12, A30 ook nog wat meer kansen zien dan alleen voor wind. Hè. Het heet ook niet voor niets energiecluster. Dat betekent dat we ook combinaties zien met zonne-energie. Want als de zon schijnt, dan waait het vaak niet. En omgekeerd, als het waait, dan schijnt de zon niet. Dus als je allebei die middelen kan inzetten, heb je je optimale oogst aan duurzame energie. Wat wij hier eigenlijk anders doen dan in het verleden, bij dit energieproject, bij deze energiecluster A12, A30, is dat we nu als gemeente meer regie op het proces nemen. Klinkt een beetje ingewikkeld, maar dat betekent dat wij zelf straks het proces gaan organiseren waarin de milieustudies worden gedaan. Want dat komt eraan, zult u vanavond al meer over horen. En wij gaan ook zelf het ruimtelijke traject, dus het traject voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning, zijn wij daar de initiatiefnemer voor. In het verleden waren dat marktpartijen, dus dan gaven wij die mogelijkheid. Maar we hebben geleerd dat die marktpartijen dat moeilijk vinden, dat die eerste fase. Dus wij gaan dat stukje overnemen. En op die manier maken we het makkelijker voor allerlei initiatieven om in te stappen. Wat we daarbij heel erg belangrijk vinden, is dat we zoveel mogelijk kansen willen creëren voor lokaal eigenaarschap. Want we zijn er ons van bewust dat veel mensen zo'n energiecluster zullen kunnen ervaren als last. Als lasten. Maar wat wij willen, is dat we ook aan de bevolking en aan onze bedrijven natuurlijk die hier gevestigd zijn, de lusten geven. Dus behalve de lasten ook de lusten. En dat kan bijvoorbeeld in de vorm van aandelen die mensen kunnen nemen in windmolens. Ik ben ook heel blij dat vanavond hier Kees Donker aanwezig is van de energiecoöperatie Vallei Energie, die daar ook meer over kan vertellen wat daar de mogelijkheden voor zijn. Rest mij nog om u een vruchtbare avond toe te wensen. Ik ben heel benieuwd naar uw vragen. Ik begrijp dat die allemaal beantwoord worden. Helaas kan dat niet allemaal vanavond. Maar nogmaals, wij zijn zeer benieuwd naar uw vragen, suggesties, zorgen en zullen die ook zeer serieus opvolgen. Dank u wel. Dank u wel, wethouder. Ik ga even kijken wat er vragen er zijn. De eerste vraag, is er rekening gehouden met de inwoners van Veenendaal? Ja, zeker, want alle inwoners van Veenendaal die binnen een straal van 1 kilometer rond deze beoogde windmolenlocaties wonen, hebben ook de uitnodiging voor deze avond gehad. Dus dat is al de eerste stap die we zetten. Wat ik net zei over de mogelijkheid om te participeren, ook financieel in die molens, dat geldt net zo goed voor deze mensen uit Veenendaal als voor de Edenaren. Dus die mogelijkheden die zijn er. Het antwoord is ja, daar houden we zeker rekening mee. Helder, duidelijk.
En daar wordt dus hetzelfde mee omgegaan, hoor ik, als bij de Edenaren die binnen diezelfde kilometerstraal wonen. Ja, dat klopt. Wij houden op dezelfde manier rekening met alle belanghebbenden binnen een straal van 1 kilometer. Dank. Waarom is de gemeente Ede nu al bezig hiermee? Is het niet beter om even te wachten? Nou ja, zoals ik al uitgelegd heb, we hebben een opgave, daar hebben we onze handtekeningen onder gezet. En we hebben nog heel wat stappen te gaan om die opgave te halen. Hè. Die staat gepland voor 2030 en 2050. Dat is dichterbij dan je denkt. Mm-hmm. Op zich doet de gemeente Ede het best goed als het gaat om duurzame energie. We zitten nu rond de 11 tot 13% van de energie die wij groen opwekken. Maar uiteindelijk moeten we in 2050 naar 100% duurzame energie. En daar moet nog heel wat voor gebeuren. Nou, zo'n traject om een windmolen of bijvoorbeeld een zonneveld aan te leggen, dat is best een langdurig traject. Dus vandaar dat we nu al beginnen. En ja, ik denk zeker niet dat we te vroeg zijn. En wat gebeurt er nou als niemand die dingen wil? Nou, om te beginnen kan ik me dat niet voorstellen. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn, die signalen krijgen we ook, die juist blij zijn dat we gaan vergroenen. Ik denk ook dat het echt nodig is, want we krijgen straks meer stroomvraag. Hè? Niet alleen dat we meer dat alles groen moet, maar we hebben ook meer stroom nodig. Bijvoorbeeld omdat iedereen elektrisch gaat rijden. Ja. Ja, en je kan wel zeggen, ja, we willen dat niet. Maar ja, waar ga je dan je auto opladen? Of waar ga je mobiele telefoon opladen? En ik ga ervan uit. Hè, natuurlijk zijn er mensen die zeggen, ja, wij hebben dit liever niet. Nou, wat ik al zei, wij gaan met die mensen in gesprek. En we willen graag van hen horen waar hun zorgen zitten. En we zullen ook zelf dan uitleggen hoe we daarmee omgaan. Ja, en we gaan ook in gesprek met de mensen die het wel voorstander zijn in elkaar. Ja, en nou, sterker nog, die nodigen we uit om mee te doen. Hè? Om ook te participeren en ervoor te zorgen dat dit energiecluster een energiecluster wordt van en voor de Edenaren. Samen, helemaal goed. Dankjewel. Ik ga door naar de volgende spreker. Dat is zo dadelijk Sven Ossenkoppelen. Hij gaat eerst nog eventjes de desk schoonmaken, zoals ik net al toelichtte. Sven zal zo dadelijk wat meer inhoudelijk vertellen wat het onderzoek naar de 10 windmolens inhoudt en hoe dit vormgegeven wordt. Ja, dankjewel Sabine. Mijn naam is Sven Ossenkoppelen. Ik ben omgevingsmanager bij de gemeente Ede voor het energiecluster A12-A30. En ik neem jullie mee in deze presentatie. Ik zal starten met waarom wij inzetten op duurzame energie. Vervolgens vertellen over waar het energiecluster zich precies bevindt. Vervolgens de aanpak en de volgende stappen die gaan plaatsvinden. En nadat Kees Donker van Vlei Energie geweest is, zal ik ook nog de planning gaan toelichten. We als organisatie hebben gesteld, of de vraag gesteld waar duurzame energie kan. Dan zijn we uitgekomen bij bijvoorbeeld in eerste langs snelwegen. Snelwegen hebben een mooi lijnelement en als daar een aantal windmolens naast staan, kan dat elkaar goed aanvullen. Ook bedrijventerreinen is een goede plek. Bijvoorbeeld veel bedrijven hebben groot energieverbruik. Daarmee is het handig dat ook de energieopwekking daar dichtbij zit. Dat is een groot voordeel. De ontwikkeling van windenergie moet ook goed gekeken worden naar het aansluiting op het bestaande net. Dat is een groot deel van de investering die gedaan moet worden. Dus daar moeten we dicht bij een aansluitpunt zitten van het elektriciteitsnetwerk. Ja, en dan bedoel je dus echt de kabels in de grond of juist boven? Ja, echt de kabels. Waar je dan op aan moet sluiten? Ja, de kabels in de grond. Ja. En tot slot willen we de windenergie graag clusteren. Dus dat betekent het concentreren van verschillende plekken en ook aansluiten bij de bestaande windmolens die nu al langs de A30 staan. Dat gezegd hebben we de kaart zien jullie nu van Ede. En het gele gedeelte is het energiecluster. En dat loopt langs de A30 en de A12. In het noorden loopt het eigenlijk vanaf de verzorgingsplaats waar de tankstation zit.
naar het zuiden toe. En langs de A12 loopt het van west naar oost, van Veenendaal tot en met Bennekom. En dan zit het in het gebied van ongeveer een kilometer aan weerszijden van de snelwegen. En binnen dat gebied, dat energiecluster, hebben wij vooronderzoek gedaan. Dat is een quickscan. En in die quickscan hebben wij gekeken naar belemmeringen binnen dat gebied waar geen windmolens kunnen komen. Dat zijn bijvoorbeeld de kabels en leidingen, hoogspanningsleidingen bijvoorbeeld. Wegen, direct langs spoorwegen of snelwegen is het niet mogelijk om windmolens te zetten. En ook dichtbij bestaande windmolens is het al niet mogelijk om daar dichtbij een windmolen te ontwikkelen. Daarnaast... Net gaf je wel aan, even inbrekend, we geven wel aan, we willen een cluster, ja. Maar het mag niet bij bestaande windmolens. Nee, hoe zit dat precies? Dat hangt af van de hoogte van windmolens, maar er zitten bepaalde wettelijke afstanden in, waarbij windmolens niet elkaar in de weg kunnen zitten. Dus wel bij elkaar, maar niet te dicht bij elkaar? Niet te dicht bij elkaar, dat klopt. Ja. Oké. Okay. Daarnaast moeten we afstand houden van zowel woningen als kantoren. En daar moeten we ook rekening mee houden. Het laatste onderdeel is dat wij al gesprek hebben gehad met een aantal stakeholders, dus met bedrijven en andere overheden binnen dit gebied, om te kijken wat hun wensen zijn in dit gebied. En waarom moet je afstand houden tot woningen of kantoren? Dat zit vooral met de nadere onderzoeken van veiligheid, bijvoorbeeld geluid. Ja. Dus dicht bij woningen is het al niet, is het niet mogelijk om daar... Dan lijken de onderzoeken niet gunstig uit te pakken. Ja, dus daar hebben we al een rekening mee gehouden. Okay. Binnen dat energiecluster zijn we uitgekomen op 10 locaties. Deze 10 locaties liggen dus langs de snelweg bij bedrijventerreinen. En ook zijn ze geclusterd. Eigenlijk een grote groep rondom de Kievitsmeent. Daar zijn 5 locaties. 3 locaties langs nabij knooppunt Maandenbroek. En één zoeklocatie bij de afrit Veenendaal en nog één bij de afrit Ede-Wageningen. Ja, dat is de laatste, dus nummer 10. En die daarvoor 10. Noemde was inderdaad nummer 9, als ik het zo zie. Ja. Ja. Ik hoop dat dit voor mensen overigens duidelijk is. Mocht dat niet duidelijk zijn, dan krijg ik vanzelf hier een vraag in mijn beeld live, neem ik aan, als het niet duidelijk is voor mensen waar we nu op de kaart hebben aangewezen. Ik kan niet alle locaties specifiek langs gaan. Ik ben nu locatie nummer 7. Heb ik nu voor me. Dat is wat wij uit het vooronderzoek hebben gehaald. Deze kaarten zijn overigens allemaal beschikbaar op onze website ede-natuurlijk.nl. En wat we hier zien, wat ik nader zal toelichten, is hoe dit in zijn werk gaat. Dit is bij knooppunt Maandenbroek. Dat is het grijze gebied, dus het grijze gebied rondom de snelwegen. Daar kan geen windmolen komen. Dan is er nog een belemmering van kabels en leidingen. Dat is de roze streep in het midden. En in het rood zijn de woningen aangegeven. Waarbij aan de rechterkant het donkerrode gedeelte de wijk Rietkampen is. En zo te zien blijft er dan een gebied over waar wel een windmolen mogelijk is. En daar staat ook die gele stip ingetekend. Ja, en dit is dus een voorbeeld van hoe deze 10 locaties tot stand zijn gekomen. Klopt. Daar is dus inderdaad op alle deze 10 locaties is gekeken naar al deze onderdelen. Ja, okay. Klopt. Ik zie hier ook dat er inderdaad wellicht dat niet iedereen dat thuis kan zien, maar ik kan hier op een heel groot scherm voor mij kijken. Daar zie ik dat er rondom de woningen is 300 meter aangehouden. Ja. Oké. Okay. Ik zie nog steeds geen vragen, dus volgens mij kunnen we door. Heel goed. Wat wordt onze aanpak? We gaan ons nu focussen op deze 10 locaties. En zoals wethouder Ritsma net al zei, is dat wij het initiatief nu gaan nemen om deze locaties verder te gaan onderzoeken.
En dat zal enerzijds ingaan, ik zal zo ingaan op het nader onderzoek wat wij gaan uitvoeren. En ook hoe wij gaan zoeken naar om de lusten zo lokaal mogelijk te laten afvloeien van de winsten van een windmolen. Ja, daar gaat, als het goed is, Kees Donker inderdaad zo dadelijk wat over zeggen. Ik heb inmiddels niet een vraag over de kaart, maar wel een vraag binnengekregen. Hoe hoog worden de windmolens? Dat is een goede vraag. De huidige windmolens die er nu al staan, de twee windmolens langs de A30, die hebben een hoogte van 100 meter. Dat is de ashoogte. Mm-hmm. We hebben dat later ook een kleine berekening laten doen of dat nog steeds mogelijk is. Maar dat blijkt niet rendabel. Dus wij zoeken nu naar windmolens en houden er rekening mee vanaf 120 meter. Oké, dus ze worden iets hoger wel dan de windmolens die er nu staan? Ja, daar houden we nu rekening mee. Helder. Ja. En dan nog meteen een vraag, waarschijnlijk omdat ik net aangaf dat er 300 meter is aangehouden. Waarom is er een afstand van 300 meter ten opzichte van de woningen? Is dat niet te weinig? In Nederland is er niet een hele duidelijke regelgeving rondom die afstand tot woningen. Mm-hmm. Nou is 300 meter een afstand waar wel naar de onderzoek naar gedaan kan worden. En dat gaan we dan ook netjes doen. We gaan netjes onderzoek doen naar een geluidsonderzoek of een slagschaduwonderzoek. En dan is elke locatie weer in dat opzicht specifiek. Ja. En moet per locatie zelf onderzocht worden. Ja, maar dat gaat dus buiten die 300 meter onderzocht worden, bedoel je? Ja, dat en dan hangt ook samen met dat geluidsonderzoek hangt ook samen met andere windmolens die mogelijk in de buurt komen en andere geluidsgevende, bijvoorbeeld een snelweg of een spoorlijn. Dat Precies. wordt ook meegenomen in dat onderzoek. Ja, waarbij dan inderdaad, als er meerdere dingen door elkaar heen gaan, dan wordt waarschijnlijk het geluid. Ja, klopt. Met een moeilijk woord is dat cumulatief. Ja, klopt. Oké, okay, ja. Dus dat wordt bij elkaar, opgeteld, telt, zeg maar. Daarin meegenomen. Ja, helder. Ja. Oké, okay, dankjewel. Wilde jij deze nog toelichten nu? Nou, wat wij verder gaan doen, en dan zal ik verder gaan met waar ik was gebleven bij de presentatie, is wij gaan nader onderzoek doen inderdaad naar geluid, zoals ik net al heb toegelicht. Ook slagschaduw is een belangrijk onderdeel van dit onderzoek. Maar ook landschappelijke waarden en ecologie, zoals bijvoorbeeld de wespendief, dat wordt nader onderzocht. En dat maakt allemaal onderdeel uit van de plan MER, waarbij MER staat voor milieueffectrapportage. En de wespendief voor mensen die iets minder ecologische kennis hebben onder ons? Het is een vogel die van invloed is op het onderzoek voor windmolens. Onder andere, waaronder? Waaronder windmolens, ja. Daarnaast gaan wij nader onderzoek doen naar het rendement van windenergie. Dat zit eigenlijk in twee onderdelen. Per locatie gaan wij verder kijken wat de financiële haalbaarheid is. Gaan we de ontwikkeling meer doorrekenen. En anderzijds gaan wij kijken om de lusten zo lokaal mogelijk te laten afvloeien. Daarvan zijn al hele goede voorbeelden in Nederland. Dat is bijvoorbeeld een energiecoöperatie. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn in de vorm van een gebiedsfonds. Dat klinken als hele ingewikkelde woorden waarvan ik niet precies weet wat of het is. Maar volgens mij gaan we daar zo dadelijk meer over horen, of niet? Over de energiecoöperatie Ik kan het even toelichten. Ja? Een gebiedsfonds kan bijvoorbeeld zijn dat de opbrengsten die uit een windmolen komen, dat die gestoken worden in het opknappen bijvoorbeeld van de omgeving daaromheen. Dat zou een optie kunnen zijn. Dat gaan wij ook nader onderzoeken. Oké, okay. Duidelijk. Ik heb een vraag of de volgende keer de bijeenkomst weer ergens live op een locatie is. Niet zijnde digitaal. Nou, ik vind het al heel prettig dat wij op deze manier al mensen kunnen bereiken en ons verhaal kunnen uitleggen. Ik raad ook iedereen op om zoveel mogelijk hun reactie op dit, zeker diegenen die willen meedenken over het ontwikkelen, om zich te melden via onze website
of op de hoogte gehouden te worden met onze nieuwsbrief. En we gaan in het vervolg ook, als dat mogelijk is, weer fysiek contact of de mensen weer echt live opzoeken. Zien en de mensen opzoeken. Ja, zeker. Je hebt net een voorbeeld gegeven van een van de locaties. Ik zie dat ik een vraag binnen heb gekregen. U geeft niet alle locaties specifiek langs te gaan. Waar kunnen we deze info vinden? Waar ze komen? Want op de kaart wordt het niet duidelijk aangegeven. De locaties zoals hier weergegeven, die staan ook allemaal op onze website. Op ede-natuurlijk.nl. Als u op die website kijkt, zijn alle locaties, alle kaarten van alle locaties te vinden. En kunt u rustig inzoomen op de locatie waar u naar wilt kijken. En dan zijn er dus ook per locatie de kaarten te vinden zoals je net een voorbeeld gaf. Dat klopt, ja. Oké. Volgens mij zijn dat de vragen voor zover. Ik kijk heel even na of dat inderdaad zo is. Nou, dat klopt. Dan wil ik jou graag bedanken. En dan gaan wij door naar de volgende spreker. Ik geef zo dadelijk het woord aan Kees Donker van de coöperatie Vallei Energie. En de heer Donker zal zelf zo dadelijk even aangeven wat de coöperatie inhoudt en wat hij daarin kan betekenen. Prima, dankjewel. Goedenavond allemaal. Ik ben Kees Donker. Ik ben sinds enige korte tijd eigenlijk voorzitter van de energiecoöperatie Vallei Energie. En voordat we het over de windmolens, windturbines hebben, wil ik even introduceren wie wij zijn voor degenen die ons nog niet kennen. Wij zijn een coöperatie die is opgericht in 2012 door burgers uit de Vallei Energie, Ede, Wageningen en anderen. Met als doelstelling eigenlijk om te proberen in ieder geval in deze regio het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen, zoveel mogelijk energie te besparen en de gemeenschap te betrekken bij opwek en het gebruik van duurzame energie. En daarin investeren we in onze eigen omgeving en doen dat eigenlijk zonder winstoogmerk voor de coöperatie. In ons werkgebied, wat ik al zei, is de hele Food Valley. Dus dat is inclusief ook Veenendaal, Renswoude, maar ook Renkum en nog een aantal andere gemeenten. We hebben op dit moment een team van zo'n 19 mensen, een groot deel onbetaald, een deel ook gedeeltelijk betaald, die het werk met ons doen. En onze doelgroepen zijn om de inwoners, maar ook eigenlijk de bedrijven, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties te betrekken bij onze doelstellingen. En wat doen we zoal? We wekken lokaal energie op. Via de energiebedrijf OM, Nieuwe Energie, doen we dat samen. We verzorgen ook voor alle gemeenten de energieloketten en de aanpak van verschillende wijken die iets willen doen op het gebied van besparen of energie opwekken in de Food Valley. We hebben op dit moment zeven daken in exploitatie, zoals de brandweerkazerne, sporthallen en zwembaden. En we zijn druk bezig al een tijd om te proberen de zonnewal A12 met de gemeente en anderen te ontwikkelen. Dat vergt nog even tijd om toestemming te krijgen om dat te mogen doen. Verder zijn we druk met de groene waarde. Dat ligt in Renkum een groot dak te ontwikkelen. En velen van u kennen hopelijk de Meikade, waar we nu al op grote schaal daken belegd hebben met zonnepanelen. En binnenkort, dit najaar, gaan we ook het veld daar beleggen met zonnepanelen om lokaal energie op te wekken. En deelnemen aan de Meikade trouwens, dat wil ik graag even nog noemen, is nog steeds mogelijk om te investeren in zonnepanelen. Mocht u dat niet thuis kunnen doen op het dak of nog meer wil eigenlijk investeren in zonne-energie. En eigenlijk is de Meikade voor ons een belangrijke plek. Dat is de Meikade is het stuk aan de noordkant van de Kievitsmeent. Aan de andere kant van de provinciale weg. En wij zoeken eigenlijk ook om dat gebied verder te ontwikkelen om combinatie met wind en zon en misschien ook opslag in de nabije toekomst te combineren. En een soort smart grid te ontwikkelen daar. Wat betreft windturbines zijn wij zeker geïnteresseerd om een aantal turbines te ontwikkelen. Of windmolens, wij noemen dat windturbines, windmolens te ontwikkelen.
samen met de gemeente en de omgeving, mensen, de bewoners, bedrijven of andere bewoners van Ede. Wij hebben zelf wel als voorwaarde bijna altijd dat we het liefst lokaal de 100% eigenaar zijn van de installaties. Dat zijn we ook van die 7 installaties die we eerder genoemd hebben. Maar in ieder geval minimaal 50%. Want zeker voor een windturbine heb je misschien ook nog wat extra geld ook nog wel nodig van anderen om dat te kunnen doen. Maar we streven, en dat lukt tot op heden voor de dingen die we tot nu toe hebben geëxploiteerd, we streven naar toch een 4% rendement van de mensen die investeren in onze coöperatie om energie op te wekken. En ja, op de bank krijg je dat percentage op dit moment zeker niet. Wij doen is dat. Het dan nodig om een bepaald bedrag in te leggen? Minimum? Dat kunnen kleine bedragen zijn. Dat is eigenlijk al vanaf 100 euro is dat in principe mogelijk. Wat ook heel succesvol dit jaar al is, omdat de gemeente heeft ondersteund dat ook mensen met een kleine beurs dit kunnen doen. En er zijn dan heel wat mogelijkheden om eigenlijk met weinig leningen ook mee te kunnen doen en dus ook te kunnen profiteren van lokale energie. En dat is een redelijk succesvol project wat we ook verder willen uitrollen als dat kan. En wat wij proberen zoveel mogelijk te doen is inderdaad inwoners te betrekken bij de dingen die we doen, te ondersteunen en uit te voeren. En we werken voornamelijk met lokale, regionale partners die hier op deze sheet ook staan genoemd. Ja, helder, duidelijk. Ik denk ook dat voor ons, dat gebied van die Meikade, als we daar ook met windturbines, dat wat we daar nu aan het bouwen zijn voor zonne-energie kunnen ondersteunen, dat zoals de wethouder ook al heeft uitgelegd, combinatie wind en zon is echt heel voordelig eigenlijk voor de efficiëntie van het hele netwerk, elektriciteitsnetwerk. En dat, komt dat dan ook omdat dan weer dezelfde kabels en dergelijke gebruikt kabels, kunnen worden? Kabels, transformatoren, als dat gebruikt kan worden op het moment dat de zon schijnt en geen wind is en wel wind is en geen zon schijnt, heb je dus optimaal benut van dat. En hoef je dus niet alleen maar te ontwikkelen voor die piekmomenten dat er heel veel zon is en de andere momenten dat er bijna geen stroom door het grid gaat. Okay. Dus dat is even de introductie. Wij zijn zelf niet helemaal betrokken bij de plaatsen van deze 10 turbines. We zijn zelf wel de afgelopen 2 jaar bezig geweest om een turbine, zowel bij Plantion of bij onszelf op de Meikade, te ontwikkelen. Om allerlei redenen heeft dat toen niet kunnen doorgaan. Maar we hopen dat er nu een mogelijkheid is voor ons om dit wel met steun van een groot aantal inwoners en bewoners te kunnen doen. Okay, dat is heel fijn. Ik ga heel even kijken of er vragen binnen zijn gekomen, wellicht specifiek voor de coöperatie, want dan kunnen we die nu meteen stellen. Overigens wel goed ook om toch nog even een keer extra te benadrukken. Er worden natuurlijk heel veel vragen gesteld vanavond en we kunnen onmogelijk alle vragen gaan beantwoorden. Dus een deel van de antwoorden, wat ik net al aangaf, komt volgende week maandag op de website onder de veelgestelde vragen te staan. We gaan ze daar gewoon bij elkaar bundelen. Wat levert het op als ik met jullie meedoe, heb ik hier als vraag staan. 4% hoorde ik net. Ja, maar ja. Het allerbelangrijkste is eigenlijk energie opgewekt lokaal, waarbij volledig fossielvrij wordt gegenereerd. Dat is het allerbelangrijkste. Het tweede is dat je natuurlijk een rendement kunt verwachten van die investering die je op dit moment niet op de bank kan krijgen. Maar als je hierin investeert, verwachting van 4% is zeker mogelijk. En ja, ten derde eigenlijk toch mee investeren in, laten we zeggen, de toekomst van onze regio als derde op meerdere facetten, zou ik willen zeggen. En op het moment dat het heel hard waait, dan word je blij. Dan word je heel blij, precies. Even kijken. Gaan jullie alle 10 de windmolens ontwikkelen? Of waar hangt dat van af? Geen idee. Dat zijn grote bedragen. We krijgen wel steeds meer leden en daardoor ook steeds meer inkomsten. Maar in ieder geval willen we wel een aantal windmolens bekijken, of dat voor ons te doen is. Ook wij hebben niet meer informatie dan de mensen eigenlijk op dit moment hier dan die 10 plekken die op de kaart aangegeven staan. Dus wat dat betreft kan ik eigenlijk nog niet zeggen van wat de voor- en tegens voor ons zijn om dit heel groot of misschien op een bescheiden schaal aan te pakken. Dus dat weten we nog niet. Okay.
Nou ja, we wachten het af. Hartelijk dank voor zover. Ik begrijp dat dit de laatste vraag is voor Vallei Energie. Graag gedaan. Gaan wij even weer terug naar Sven Ossenkoppelen. Om even een stukje nog vooruit te kijken. En om te kijken wat er de komende maanden gaat gebeuren. En voor we zover zijn, moeten we eerst weer eventjes de desk ontsmetten met een doekje. En ja. Dus, wat gaan we doen de komende maanden? Ik ga even uitleggen wat wij de komende tijd gaan doen. Het nadere onderzoek, dus de plan MER, de technische onderzoeken, daar gaan wij mee starten aan het einde van deze zomer. We gaan druk op zoek naar een gespecialiseerd bureau die deze toch wel ingewikkelde onderzoeken goed voor ons kan uitvoeren. Dan gaan we tegelijkertijd eigenlijk in het najaar ook verder bekijken hoe we het rendement gaan doen. Dus zowel aan de ontwikkelingskant als op zoek gaan naar mogelijkheden om het lokale eigenaarschap in te brengen. Om daar betere berekeningen voor te maken. Zodat daar aan het einde van dit jaar, eind 2021 dus, door de gemeenteraad een besluit kan worden genomen welke windmolens we kunnen ontwikkelen. Helder. Dan gaan we daarna, dus volgend jaar in 2022, starten met de planologische procedures. En uiteindelijk het ontwerp bestemmingsplan maken voor alle locaties afzonderlijk. En planologische procedures klinkt inderdaad nog een beetje groot. Dan heb je het over de milieueffectrapportage zoals je al eerder aangaf. Wat voor zaken zijn er dan die onderzocht worden echt? Of wat wordt er dan gestart? Dat zijn zaken die uit de onderzoeken die nu worden gestart, daar kunnen weer vervolgonderzoeken of wat uitgebreidere onderzoeken voor gedaan worden. Dat is daar wettelijk verplicht. Oké. Okay. Ja. Helder. En dan zeg je net, het ontwerpbestemmingsplan komt ergens in 2022. Daar heb ik ook meteen een vraag over, zie ik. Want ik zie hier iemand die vraagt hoe of hij, zij, bezwaar kan maken tegen deze eenzijdige actie van de gemeente Ede. Ja, dat is nu nog niet mogelijk. Dus nu kunnen mensen een reactie geven op deze, op wat we hier kenbaar maken eigenlijk. Mm-hmm. Als we de formele procedures ingaan, dat zal dus volgend jaar zijn, in 2022, kan er ook netjes of op de juiste manier bezwaar worden gemaakt. Ja, en dat gaat dan inderdaad bijvoorbeeld over dat ontwerpbestemmingsplan zoals je hem presenteerde. Ja, dat klopt. Oké. En nog een vraag. Zijn alle onderzoeken klaar voordat de gemeenteraad beslist? Dat is dus eind 2021. De belangrijkste onderzoeken die zijn allemaal afgerond. En dan denk ik vooral aan de onderzoeken zoals geluid en slagschaduw. En dan is dus bekend wat de invloed van de windmolens op de bebouwing in de omgeving en dergelijke is. Ja, dat klopt. Ja. Oké. En dan heb ik nog meteen een vraag in dezelfde categorie. Hoe zorgen jullie ervoor dat de MER-onderzoeken, dus die milieueffectrapportage onderzoeken, onafhankelijk en objectief zijn? Dat is uiteraard door een bureau wat onafhankelijk opereert. Die onderzoeken kunnen wij ook niet zelf doen. Daar zijn wij ook niet geschikt voor. Dat doen de mensen die er goed verstand van hebben en die zullen dat onafhankelijk doen. Ja. Oké. Okay. En worden die resultaten dan ook gedeeld? Kunnen we die ergens terugvinden? Ja, als dat mogelijk is, zullen we dat zeker openbaar en op de website zetten. Mogelijk in een verkorte versie of in een andere vorm. Maar dat kunnen wij zeker openbaar maken. En uiteindelijk worden die ook onderdeel, neem ik aan, van het bestemmingsplan. Dus wordt het sowieso een publieke rapport of onderzoek of iets dergelijks. Hoeveel energie gaat er opgewekt worden met de 10 windmolens? Hoeveel procent is dat op het verbruik in Ede?
Oh, dat is een hele moeilijke vraag. Die vraag die hangt helemaal af van hoe hoog de windmolens worden. Ja. Dus het verschil zeg maar, vanaf een windmolen als die 20 meter hoger wordt, dat is al een enorm hoger rendement. Dus dat zal echt nader onderzocht moeten worden hoeveel procent dat is. Ja. Dus dat kan ik nu op dit moment zeker nog niet zeggen. Mogelijk komen we dat in de loop van de tijd te weten en dan zullen we dat ook op de website gaan plaatsen. Want ik kan me voorstellen dat deze vraag leeft in de gemeente Ede. Ja. En ik neem aan met het verhaal wat je net vertelde over het rendement van de windenergie, dat dat ook zo'n stap is waarin je dit soort zaken dan te weten komt. Of in ieder geval ten dele te weten komt. Klopt. Ja, dat wij beter weten hoe hoog ze de windmolens precies kunnen worden. Ja. Oké, helder. Dan ga ik even kijken of er nog meer vragen zijn. Dus ik kijk eventjes mijn collega's aan die op de achtergrond heel hard aan het werk zijn. Want ik kan me ergens niet voorstellen dat het de laatste vraag was, om heel eerlijk te zijn. Kijk. Komen op alle getoonde plekken windturbines, dus 10 in totaal of slechts enkele ervan? Nou, we zijn nu bezig om het nader onderzoek te gaan uitvoeren. En uit het nader onderzoek moet blijken of alle locaties inderdaad wel echt geschikt zijn. Zoals we nu eerder in het vooronderzoek uit zijn gekomen. Dus uit het nader onderzoek moet blijken of daar of alle 10 locaties mogelijk zijn. En afhankelijk daarvan wordt er vervolgens een keuze gemaakt dan? Ja, dat klopt. Oké. Ja. Ik moet iedere keer vragen om vragen. Dus ik weet niet, misschien zijn er gewoon niet zo heel veel vragen. Dat zou ook kunnen. Maar misschien ook niet. Wellicht is het sowieso even goed om nog extra te benadrukken dat datgene wat wij gepresenteerd hebben vanavond, dat komt vervolgens ook op de website te staan. www.ede-natuurlijk.nl/energiecluster. Dus het is wellicht goed, mochten er anderen zijn die ook hierin geïnteresseerd zijn, vrienden, buren, kennissen, om hen dit te laten weten, dan kunt u dat terugkijken in zijn volledigheid. Ik zie een volgende vraag. Of de volgende bijeenkomst weer fysiek is? Dat is volgens mij de vraag al. Ja, dat dacht ik ook. Maar wellicht dat we hem nog een keer dat je het dan weet. Ik hoop het wel. Laat ik het zo zeggen dat we de mensen gewoon weer in hun ogen kunnen kijken. En er echte interactie mogelijk is. Ja. Oké. Uiteindelijk hopen we dat natuurlijk met z'n allen. Want daarmee zou ook betekenen dat wij weer, gelukkig mogen we al heel veel meer, maar dat we ook weer met grotere groepen bij elkaar kunnen komen. Dus dat zou inderdaad prettig zijn. Dan ga ik heel even kijken naar wat op dit moment de vragen nog zijn. Of dat wij, voor zover ik begreep, even een hele korte break houden. Ja, wordt hier naast mij geschud. Dus dat gaan we doen. We gaan even 2 minuten pauze houden en wij komen zo bij u terug. Doe even een hele snelle koffie halen en een toiletbezoek. En dan zijn wij zo terug bij u.
Fijn dat u er allemaal nog bent. Ik heb heel even snel een nieuw glas water gepakt. Dat is toch wel prettig als je veel aan het praten bent. Wij gaan verder met de coöperatie, energiecoöperatie. Ik heb begrepen dat er een heleboel vragen zijn voor u, dus die gaan we behandelen. Nou ging er net een vraag wel heel snel voorbij, maar volgens mij was de vraag ongeveer in hoeverre je ook als je geen eigen vermogen hebt, ook niet een klein beetje, of je dan toch kan profiteren van de windmolens of andersoortige energie die jullie als coöperatie ontwikkelen. Ja, hoe dat in de toekomst met de windmolens gaat, dat weten we natuurlijk niet. Maar in ieder geval is het zeker mogelijk om op dit moment in ons meikadeproject voor het beleggen van het veld te investeren. En dat is aankloppen bij de gemeente, of bij ons eigenlijk in eerste instantie, en die vraag stellen. En de gemeente heeft namelijk, de gemeenteraad en de gemeente heeft namelijk fondsen ter beschikking gesteld via de Nederlandse gemeente. Om mensen te helpen om te investeren. En dus ook een beetje beter profiteren van de lokale energie. Dus ik wil iedereen aanbevelen om contact op te zoeken met ons of met de gemeente om te kijken welke wegen bewandeld moeten worden om dat te kunnen. Om dat te kunnen, ja. Oké, duidelijk. En het rendement wat u noemde, 4%, is dat beter dan een gemiddeld rendement op aandelen? Ik zie hier dat een vergelijking met de spaarrekening niet opgaat. Ik zit niet in de aandelen, dus ik weet het niet. Ik weet het ook niet precies. Je weet hoe het is met investeren in het algemeen. Dat kan jaren goed gaan, dat kan jaren slecht gaan. Ik kan alleen zeggen dat wij tot op heden, gemiddeld genomen in ieder geval, of elk jaar eigenlijk wel, die 4% hebben kunnen halen met de investeringen die wij hebben gedaan met onze leden. En dat we verwachten dat in de toekomst, ja, dat zal altijd de ene keer iets beter gaan dan de andere keer, maar dat het in de toekomst niet heel veel anders zal zijn. En met andere investeringen, ja, daar kan ik eigenlijk heel weinig over zeggen. Nee, ik begreep dat de Bitcoin de laatste tijd naar beneden gaat. Dat hadden mensen ook weer niet verwacht, ofwel. Maar oké, duidelijk. Maar vergeet ook niet dat deze investering echt lokaal is. En niet ergens anders in de wereld terechtkomt om ergens een rendement te proberen te halen. Dit doe je gewoon ook eigenlijk voor je eigen gemeenschap. En voor de lokale mensen, voor je buren en mensen die hier wonen. En het is niet geld wat zomaar ergens weer ergens vreemd eindigt wat dat betreft. Je investeert in je eigen buurt. Precies. Hoeveel aantallen participanten zijn nodig om het rendabel te maken? Over hoeveel tijd? Moeilijk te zeggen. Wij hebben als coöperatie op dit moment zo'n bijna 700 leden. Dus dat zijn voornamelijk ook wel mensen die investeringen hebben gedaan in de daken en de delen die we nu hebben. Mm-hmm. Voor zo'n windturbine, ik zou het niet weten, hangt helemaal vanaf hoe hoog die wordt, hoeveel die gaat opwekken. Maar ik weet zeker dat, ik weet niet of het er 10 zijn, maar in ieder geval voor één windmolen hadden we eigenlijk al een goede business case voor ons op de Meikade als we die hadden kunnen bouwen. Om die windmolen ook echt te kunnen gaan exploiteren met de investeringen die wij van onze leden dan zouden krijgen. Met meer leden natuurlijk, omdat mensen dan meer investeringen worden gevraagd. Maar in principe is dat zeker mogelijk. Oké. Wat kost dan eigenlijk een windmolen? Waar moet ik dan aan denken? Dat vroeg ik mezelf net ook af, dus het is heel fijn dat iemand dit vraagt voor mij. Ik heb mij laten vertellen. Ja. Wij hebben geen windmolen, dus ik weet dat niet precies. Dat je toch aan 1,5 tot 2,5 miljoen moet denken voordat zo'n ding terecht staat. Oké, dat is een forse investering inderdaad. Dat is een forse investering, ja. En die levensduur van die windmolen vervolgens, hoe lang is dat? Goeie vraag. Met onze installaties van zonne-energie tot nu toe werken we eigenlijk met 15 jaar. Oké. Dus ze zijn veel langer te gebruiken, maar dat rendement zeg maar is gebaseerd op een periode van 15 jaar. Dus het geld wat je inlegt is in principe ja. Voor 15 jaar. Voor 15 jaar. Ja. En ik zie geen reden dat voor een windmolen korter zou moeten zijn in ieder geval. Minstens 15 jaar zou ik zeggen. Ja. Duidelijk.
Is voor deelname de regel van het maximaal jaarlijks inkomen nog van kracht? Ik vermoed dat we hier te maken hebben met een kenner, want ik begrijp de vraag niet heel erg goed. Maar u wellicht wel. Nee, ik begrijp hem ook niet helemaal. Het is tegenwoordig niet meer zo dat je dat er een maximum is aan investeren. Je kan behoorlijk wat investeren als je dat wil. Meer dan je zelf bijvoorbeeld gebruikt eigenlijk. Daar is geen limiet meer aan tegenwoordig. Dat was vroeger anders, omdat dat rendement werd gehaald aan het terugkrijgen van energiebelasting. Dus daar zat dat maximum. Maar dat is nu sinds 1 april van dit jaar losgelaten. Okay. Dus mensen kunnen ook gewoon meer investeren eigenlijk dan ze zelf gebruiken in principe. Helder. En de aandelen, kunnen die ook weer verkocht worden? Dat is tegenwoordig ook gelukkig makkelijker. Vroeger was dat omdat je in een postcode roos zou moeten wonen die zeg maar om dat zonneveld heen staat. En dan was het moeilijk als je uit die postcode ging verhuizen om dat over te doen. Dat is met nieuwe regelingen veel makkelijker gemaakt. Dat is niet meer gebonden specifiek aan een postcode waar je in woont. Oké. We gaan even kijken of er nog meer vragen zijn voor de energiecoöperatie. Tot op heden nog niet, maar ook dat kan ik eigenlijk niet echt geloven. Het is overigens dan wel zo dat mocht je verhuizen uit de gemeente Ede of uit een bepaalde postcode, dan hou je dus nog datzelfde stukje windmolen. Precies. Ja. Je kunt het waarschijnlijk ook gewoon verkopen. Ik weet niet hoe we dat precies gaan doen met windmolens in de toekomst. Maar in principe kun je het natuurlijk gewoon verkopen aan de nieuwe bewoners, als die dat zou willen. Of aan andere mensen uit de buurt of wat dan ook. Ja. Maar je kan het volgens mij tegenwoordig ook, dat weet ik niet 100% zeker, maar je kan het ook gewoon meenemen, zeg maar. En als investering gewoon voor jezelf houden. Oké. Hartelijk dank. Prima. Ik begrijp dat dit nu wel echt de laatste vraag was. Voor zover ik heb begrepen, dus vooral mocht u hierin geïnteresseerd zijn, neem even contact met u op. De gegevens zijn, via waar kunnen ze dat doen? Sowieso zullen ze op de presentatie info@valleienergie.nl. Helder, helemaal goed. Dank u wel. Graag gedaan. Gaan wij zo dadelijk weer terug naar Sven Ossenkoppelen. En dan gaan we weer terug naar een aantal wat meer inhoudelijke vragen, vermoed ik. Over de windmolens, de locatie, de keuze, et cetera. Dus zodra Sven daar klaar voor is, kan ik ook wat vragen gebruiken om aan jou te gaan stellen. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Tot op heden staat nog op mijn scherm iets over aandelen. Dus ik denk niet dat we die... Nee, ook ik zit niet in de aandelen. Niet in de aandelen, nee. Kijk. Hoe pas je een windmolen in het landschap? Dat is een goede vraag. Eigenlijk moeten we per locatie goed gaan bekijken wat passend is in het landschap. Dat is ook een van de onderdelen zijn waar we nader onderzoek naar gaan doen. Maar ik zou ook zeker zeggen als mensen ideeën hebben om goed in het landschap in te passen. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld in een groene omgeving dat anders is dan langs een snelweg of een bedrijventerrein. Draag uw ideeën vooral aan om daarin mee te denken. Ja, en moet ik dan denken aan meer bomen eromheen of meer groen of iets in die, waarvoor me kan van alles tot zijn? Tot nu is van alles mogelijk, ja. Oké. Zijn of worden alle windmolens hetzelfde of kunnen er verschillende windmolens komen? Ik ben natuurlijk ook niet vraagsteller, dus ik weet dat niet. Maar ik vermoed dat hiermee bedoeld wordt qua hoogte en grootte, ja. Denk ik. Qua hoogte moeten we goed kijken wat per locatie mogelijk is. Waarbij ik me goed kan voorstellen dat als er windmolens vlak bij elkaar staan, ze dezelfde hoogte hebben. Mm-hmm. Omdat dat beter in het landschap past. En minder storend is dan
dan dat er allemaal verschillende hoogtes zijn. Oké, ja. Helder. Dan zie ik nu een specifieke vraag over een locatie. Bij locatie 10. Ik ben een externe begeleider vanavond, dus ik heb geen idee welke locatie 10 is. Dus ik hoop dat jij ons daar zo dadelijk in kan meenemen, Sven. Bij locatie 10 staat een basisschool. Is dat bekend en hoe gaan jullie daarmee om? Locatie 10 is de locatie ten zuiden van Ede, bij de afrit Ede-Wageningen. Ja, poortwachter zie ik. Ja. Net ten noorden van Bennekom en ten zuiden van de Maandering. Mm-hmm. En de vraag of daar een basisschool in de buurt zit, dat zou goed kunnen. We moeten alle locaties nog echt specifiek nader gaan onderzoeken. Mm-hmm. Maar ook voor een basisschool moeten we goed kijken. En dan kijken we ook naar geluid, wat daar van invloed op is, of slagschaduw. Daar zijn duidelijke wet- en regelgevingen voor. Dus ook voor deze locatie specifiek gaan wij dat zeker verder onderzoeken. Maar dat betekent dus inderdaad dat mocht het van invloed zijn, daarmee bedoel ik een nadelige invloed, zou het alsnog kunnen dat deze locatie afvalt, als dat blijkt uit onderzoeken. Ja, in het waarmee dan inderdaad waarschijnlijk de wettelijke normen worden aangehouden, neem ik aan? Dat klopt. Ja, in dit vooronderzoek wat wij nu al hebben uitgevoerd, daar hebben we nog het geluid en slagschaduw nog niet meegenomen. Nee. Waarmee wil zeggen, als we dat verder gaan onderzoeken, zou kunnen blijken dat daar een uitkomst is die wij moeten respecteren. Oké. Okay. Helder, dankjewel. Dan wil ik jou bedanken voor de nadere toelichting nog. En ga ik zo dadelijk weer even kort vragen of de wethouder hier wil aansluiten. Omdat we nog wat vragen voor de wethouder hebben, begrijp ik. Graag gedaan. Er wordt weer even hevig gepoetst. Heel goed. Ja. Heel veelzijdig beroep, wethouder. Mag je heel veel verschillende dingen doen. Precies. Poetsen. Ja. Zullen we meteen van wal steken? Ja, graag. Ik zie, zijn er ook alternatieven voor windmolens? Zoals zon op daken, bijvoorbeeld van het gemeentehuis. Ja, die zijn er zeker. Daar doen we ook onderzoek naar en we hebben ook al een aantal locaties gerealiseerd. Dat heet dan in de vakterminologie heet het restgronden. Dat zijn plekken ja, die je eigenlijk voor niks anders kan gebruiken. Denk aan een dak van een carport of van een parkeergarage of inderdaad van een gemeentehuis. Mm-hmm. Die plekken ontwikkelen we. Maar dat is niet genoeg om aan de totale stroomvraag van de toekomst te kunnen voldoen. Dus het is wel en-en. Ja. Maar we proberen zoveel mogelijk natuurlijk de ruimte, de loze ruimte die we hebben, te benutten voor opwekken. Dus het is niet of een dak of een windmolen, maar echt allebei? Ja, we proberen dat allebei te doen, inderdaad. Oké. Okay. Het lijkt wel of kritische vragen vermeden worden. Is dat zo? Nou ja, kijk, ik kan me best voorstellen dat mensen zo'n bijeenkomst als dit niet ideaal vinden. Hè? Dat vind ik zelf ook. Ja, we zijn helaas door de omstandigheden gedwongen om het zo te doen. Ja, ik praat ook veel liever tegen een zaal mensen. Dat zeg ik meteen erbij en daar verheug ik me ook op. Om dat straks weer te mogen doen, hopelijk snel na de zomer. Maar ja, tot die tijd moeten we het nou één keer op deze manier doen. Het is zeker niet zo dat wij moeilijke vragen, kritische vragen willen ontwijken. Volgens mij hebben we er ook al een aantal beantwoord. En maakt u zich vooral geen zorgen. Er is echt genoeg gelegenheid om in het vervolgproces op allerlei mogelijke manieren die vragen te stellen. Er komt straks ook nieuwe informatie op tafel. Hè. Er komen studies, milieustudies, studies over die afstanden, over geluidimpact, studies over ecologie. En die kunt u allemaal lezen, want dat wordt allemaal openbaar. En ook naar aanleiding daarvan kunt u dan weer kritische vragen stellen. En dat zullen we misschien nog wel een keer digitaal doen. Maar ik denk toch vooral ook aan kleinere groepsbijeenkomsten en fysieke bijeenkomsten waar al die vragen gesteld kunnen worden. Oké. Het lijkt mij ook fijn als we inderdaad weer ja, daar verheug ik me echt op. In de ogen kunnen kijken.
Hoe zit het met de gezondheidseffecten? Houden jullie daar rekening mee? Ja, zeer zeker. Daar zijn natuurlijk wettelijke normen voor. Ja. Geluidnormen bijvoorbeeld. Ja, en dat gaan we nauwkeurig bestuderen. Ja, en dat is natuurlijk wel een heel zwaarwegend argument, gezondheid. Ja, het is natuurlijk niet de bedoeling om de gezondheid van onze inwoners te schaden. Integendeel, de uiteindelijke doel van windenergie en andere vormen van energie is juist om de leefbaarheid te vergroten. Want in totaal, dat weten we wel, als je alle effecten meeneemt, ja, bijvoorbeeld het feit dat je minder met benzineauto's gaat rijden, meer elektrisch, ja, dat betekent wel schonere lucht. Ja. Er zitten ook zeker gezondheidsvoordelen aan, maar we moeten die gezondheidsnadelen niet bagatelliseren. Daar moeten we echt heel veel aandacht en goede aandacht voor hebben. Dat gaan we ook de komende half jaar doen. Dat wordt meegenomen in die onderzoeken? Absoluut. Okay. Ja. Dan hebben we de laatste vraag, zie ik. Er is nu gekozen voor rondom de A12 en A30. Zijn er in het grote buitengebied van Ede niet geschiktere locaties te vinden? Nou, als u ze weet, zou ik tegen de vragensteller zeggen, hou ik me zeer aanbevolen. Voor zover wij hebben kunnen ontdekken, niet. We hebben daar wel goed naar gezocht. We hebben het hele gebied van Ede in kaart gebracht. Mm-hmm. Daar is dit uitgekomen. Wij denken echt dat dit de meest geschikte zijn. Ja. Maar nogmaals, er moet nog wel extra onderzoek plaatsvinden voor we dat definitief kunnen zeggen. Helder, helemaal duidelijk. Zou ik graag willen vragen of jij grotendeels de avond af zou willen sluiten? Ik ben vooral benieuwd naar wat nu bij is gebleven. Wat neemt u hier nou van mee? Ja. Dat? Ja, om te beginnen is denk ik wel aardig om te vermelden dat er op dit moment 240 mensen deze bijeenkomst volgen. Dus dat is wel een hele hoge opkomst. En dat laat zien dat het onderwerp duurzame energie erg leeft in onze gemeente. En waarschijnlijk ook wel in de buurgemeentes. Want ik weet dat er ook veel mensen uit Veenendaal meekijken. Nou, dat vind ik in ieder geval een goede start. Want we willen ook graag het contact met u, met omwonenden, met belanghebbenden zo goed mogelijk houden en ook het gesprek verder aangaan. Dus wat dat betreft denk ik dat deze avond zeer geslaagd is. Ik vind dat een hoge opkomst. Daar ben ik heel blij mee. Ik heb eigenlijk twee, als ik het even heel schetsmatig doe, heb ik twee type vragen gehoord. Eigenlijk meer de vraag van, ja, ik ben bezorgd. Hè? We hebben gepoogd om daar een eerste aanzet voor antwoorden te geven. Nogmaals, er komt nog een heel proces waarin er nog veel meer boven tafel zal komen. En waarin er ook veel meer van dat soort vragen nog gesteld kunnen worden. Maar ik heb toch ook wel veel vragen gehoord, met name voor Kees Donker, over wat zijn de kansen van in dit geval vooral windmolens, maar ja, van duurzame energie in zijn algemeenheid. En ik sta ook heel erg open daarvoor, het college ook uiteraard, want we hebben dit uitvoerig besproken. Wat je ziet in onze gemeente is, wij willen heel graag als gemeente onze inwoners de kans bieden om zelf de eigenaar te worden van de duurzame energie van de toekomst. En daar wil ik graag nog aan toevoegen, ook de inwoners van Veenendaal, die willen we daarmee op weg helpen. Want Veenendaal heeft zelf op zijn eigen grondgebied geen mogelijkheden, of heel weinig mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Het is gewoon een vrij kleine gemeente qua grondoppervlakte. Ede heeft wel die ruimte. Dus ik zou ook graag de mensen uit Veenendaal willen uitnodigen, nadrukkelijk, om mee te doen met ons. Want ook Veenendaal heeft uiteindelijk een opgave, moet ook, dat staat ook in allerlei afspraken die ook bekrachtigd zijn door de gemeenteraad, moet ook op een gegeven moment een bepaalde hoeveelheid energie gaan opwekken. En wij willen daar graag ook een rol bij spelen, omdat Veenendaal het niet alleen kan. En zo zijn er ook weer heel veel dingen die wij niet alleen kunnen als Ede, waar Veenendaal ons dan weer mee helpt. Hè? Bijvoorbeeld de opvang van daklozen, om maar eens een voorbeeld te noemen. Tot slot wil ik iedereen oproepen om vooral ook gebruik te maken van de instrumenten, van de communicatiemiddelen die wij ter beschikking stellen. We hebben de website ede-natuurlijk.nl, daar kunt u alles terugvinden, ook de opname van dit webinar. We hebben ook een nieuwsbrief, daar kunt u zich ook via deze website op abonneren. En ik zou zeggen, hartelijk dank voor het kijken, hartelijk dank voor uw belangstelling en uw betrokkenheid. En ik hoop dat we elkaar snel
in het echt kunnen zien. Ja, dank u wel in ieder geval. Er rest mij weinig anders te zeggen dan inderdaad te beamen wat de wethouder zojuist verteld heeft. Dat een heleboel van deze informatie via internet weer terug te vinden is. Ook wat ik zojuist al aangaf, het filmpje van deze bijeenkomst zal vanaf aanstaande maandag op deze website te vinden zijn. Kijk, de website wordt nog even op het scherm getoverd. Dat is prettig. Mocht u nou nog een vraag hebben en deze kunt u niet meer stellen zo dadelijk aan het einde, omdat het WhatsApp-nummer volgens mij afgesloten wordt, voor zover ik heb begrepen. Dan kunt u nog een mailtje sturen naar edevoordewind@ede.nl. Ook dit e-mailadres kunt u ongetwijfeld terugvinden op de website die hier genoemd staat. Wil ik u graag allemaal bedanken voor het kijken, voor het actieve meedenken, voor het insturen van vragen. En dan wens ik u allemaal een hele fijne avond.